Zou jij liever in een dirt huis wonen gevuld met diamonds? Of zou jij liever in een diamond huis wonen gevuld met dirt? Laat het hier beneden in de comments weten. Ik ben heel erg benieuwd en ik geloof niet dat jij deze video sneller een like kan geven dan dat ik in gesprek ga met niemand minder dan Noob Steve. Yes! De like challenge begint nu. Ik ga met hem praten. Ik ben eerder. Ja, ik ben nooit echt de beste geweest in bouwen. Wat is? Wat is dat ding achter je? Oh, dit hier. Dat is mijn huis. Zelf gebouwd. Oh ja. Je huis met een muur die ontbreekt en meerdere deuren die niet op elkaar aansluiten. Interessant, Noob Steve. Alleen Pro Steve vond het niet zo mooi, dus hij gaf mij iets. Het ligt in de kist in mijn huis. Het zijn blokjes die... Wat was het ook alweer? Oh ja, blokjes die in 1 seconde... een compleet bouwwerk neerzetten. Wat? Dat is hetzelfde als spaghetti uit de magnetron. Toch? Wat? Of zo? Oké, geen idee. Ik ga vlinders tellen. Succes, Noob Steve. Ik tel alvast met je mee. 0. Let's go. Oké, dus als ik het goed begrijp, heeft Pro Steve een cadeautje gegeven aan onze Noob Steve. En dat cadeautje ligt momenteel ergens in het huis van Noob Steve in een kist. Dat is niet de plek om een kist neer te zetten. Gewoon letterlijk tegen het plafond aan. Guys, dit zijn allemaal blokken waar binnen 1 seconde een volledig bouwwerk uitkomt. En ik denk dat ik al wel begrijp waarom Pro Steve dit heeft gegeven als een soort van cadeautje aan Noob Steve. Omdat Noob Steve op die manier namelijk de mooiste bouwwerken kan maken in een fractie van een seconde. Letterlijk. Nou, Noob Steve, veel succes met het tellen van vlinders. Ik ga ondertussen... Oh, je draait je om terwijl ik tegen je praat. Fantastisch. Oké, guys. We beginnen met het allereerste. Ik heb geen idee wat dit gaat zijn. Maar let's go. Oh. Het ziet er op zich mooi uit. Ik weet niet wat het moet voorstellen. Maar het is binnen 1 seconde gebouwd. En als je dit in survival zou moeten doen, kost het toch wel wat meer dan 1 seconde. Een glazen koepel. No way. Oké, dan. Dat ziet er op zich best wel episch uit. Je zou dit perfect kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een farm in te maken. Of je zou hier gewoon een soort van kamertje van kunnen maken. Is wel een klein beetje transparant. Met andere woorden, iedereen kan er dan op dat moment doorheen kijken. Oh, het volgende is een minehuis. Wow. Oh, ik moet zeggen, het zijn natuurlijk niet de meest uitgebreide bouwwerken. Maar het feit dat je het binnen 1 seconde kunt neerzetten is awesome. Alleen, een minehuis? Oh, ik snap het al. Je zou hier dus perfect kunnen beginnen met het maken van een mine. Terwijl je ondertussen hier een kleine woonkamer van kunt maken. Of bijvoorbeeld een kistenkamer zoals het nu is. Waardoor je alle cobblestone en overige materialen die je verkrijgt tijdens het minen hierin kunt stoppen. Super handig! Ik moet zeggen, ik denk dat Noob Steve hier heel wat aan heeft. Ik bedoel, zijn huis was niet lelijk. Het was alleen een beetje... Laten we verder gaan. Oké, het volgende is een clearer. Ik weet niet wat dat is. Oh, are you serious? Wat? Oké, dit is serieus de snelste manier van graven ever. Dus wat dit blokje eigenlijk doet, is je zet het neer. En als je dan rechtermuisklik doet op het blokje, dan haalt het ongeveer, wat zou het zijn, 25 blokjes weg. Dit is sowieso de manier van mijnen die Notch toepast. Dit is gewoon beter dan minen in game mode 1. Waarbij je alsnog eigenlijk elk blokje apart moet wegslaan. Dit is gewoon een kwestie van... Doei!
En doei, en doei, en doei. En ik denk dat als je dit vaak genoeg doet, dat je op een gegeven moment gewoon letterlijk bij het bedrock, lava en diamonds uitkomt. Best wel awesome. Het volgende is een bonushuis. En als ik goed kijk naar hoe dit blok eruit ziet, lijkt het gemaakt te zijn van gold en diamond. Wat natuurlijk best wel zeldzame materialen zijn in Minecraft. 3, 2, 1. Wat is dit? Er zitten knoppen op. Alleen er gebeurt niks. Oké, dit ziet er echt Are you serious right now? Is dat wat er gebeurt wanneer je op de knop drukt? Geen deur die er open gaat of zo? Lijkt mij niet heel erg prettig als je thuis komt en je weet gewoon dat als je op een knop drukt, een verkeerde knop, dat je huis explodeert. Is niet iets waar de meeste mensen in Minecraft op zitten te wachten, lijkt mij. Het volgende wat wij hebben, dat is een kasteel. Are you serious? Gaan wij een kasteel bouwen in 1 seconde tijd? Oké, daar gaan we. Jullie mogen meetellen. En de tijd gaat nu in 1... Guys! Oké, ik moet zeggen, het is misschien niet het grootste kasteel ooit, maar het feit dat ik überhaupt een kasteel heb is awesome! I don't know, wat zou jij... Zit deze schaap nou vast in de muur? Zo, dat is beter. Wat zou jij met jouw Minecraft kasteel doen? Zou je er een speelkasteel van maken? Zou je hem volledig tot aan de rand vullen met van die ballenbakballen? Laat het in de comments weten hier beneden. Zouden we ook een kasteel op een kasteel kunnen zetten? Jongens. We hebben letterlijk 2 kastelen op elkaar gezet. Oh, dit is best wel geniaal. En wanneer iemand hier dan langskomt en die vraagt, hoe lang heeft het geduurd om dat te maken? Kan jij letterlijk antwoorden, 2 seconden. 1 seconde per kasteel dus. Mensen gaan je niet geloven. Het volgende is een warenhuis. En een... Oeh. Ah, dat is handig. Ja. Een warenhuis is dus eigenlijk gewoon een plek waar jij je resources, je materialen, je spulletjes kunt opslaan in verschillende soorten kisten. Dus eigenlijk gewoon een sorteerkamertje. Een horse stable. Dat is geloof ik een paardenstal. Hey, dat is nice. Alleen de paarden zijn niet inbegrepen. Ik weet zeker dat mensen dat ooit wel eens een keer hebben meegemaakt. Dat je iets aanschaft op het internet of in de winkel. En dat er dan bijvoorbeeld op de verpakking iets staat wat er uiteindelijk niet bijgeleverd wordt. Ah, oh, dat is zo naar. Dat je dan iets koopt waar je voor hebt gespaard. En dan heb je alsnog niet alle materialen die je nodig hebt om ermee te kunnen spelen. Want daar moet nog iets bij gekocht worden. Ik vind dat zo vervelend, echt waar. Ik vind dat ongelooflijk naar. Een iglo. Hey, dat is best wel nice. Vroeger, toen ik heel jong was, toen werd er op de basisschool wel eens gevraagd, waar wil jij later wonen? En mijn enige antwoord was altijd, in een iglo. Wat ik serieus dacht, is dat dan zeg maar de binnenkant van een iglo lekker warm zou zijn, weet je wel. Lekker knus, klein. Ik vond het er altijd heel erg gezellig uitzien. Maar ja, nou, jullie weten het niet, maar ik zit in een iglo. Kijk maar, allemaal wit. Iglo, sneeuw. Oké, we gaan door on to the next one. En dat is een middelmatige gevangenis. Dus geen kleine, maar een middelmatige. Oké, het is best wel handig, want in deze kist zitten namelijk de deuren die wij kunnen gebruiken om hierop aan te sluiten. Hey, dit is een best wel mooie gevangenis. Dit is wel echt een typische gevangenis die gewoon bedoeld is voor 1 persoon en niet meer. Ik denk dat als je hier meer mensen tegelijkertijd in stopt, dat het een beetje te druk wordt. Maar het ziet er awesome uit. Nou, laten wij deze even... Oh, wat doe ik allemaal? Wat doe ik nou? Laten wij deze even allemaal wegdoen en laten we een kijkje nemen naar de overige dingen die wij nog hebben. Want we zijn namelijk nog niet klaar. Het volgende wat wij hebben, dat is een netherhuis. Het is misschien een beetje raar dat ik dat niet in de nether neerzet, maar in de overworld. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat het eindresultaat gaat zijn. 1! Wow. Het ziet er wel leuk uit, maar het is wel echt gewoon het meest oppervlakkige huisje ooit. Het is gewoon letterlijk niks meer dan een paar netherrack blokjes op elkaar gestapeld met wat glowstone in de hoeken. Maar hey, het is wel binnen een seconde gemaakt. Een gezellig hutje. Oh, deze is leuk. Oh, deze is nice. Oké, dat moet ik eerlijk toegeven. Als ik dan toch een bouwwerk zou moeten kiezen die binnen een seconde gemaakt wordt in Minecraft en die ik het leukst vind, dan komen we denk ik bij deze uit. Want deze is echt super schattig. Het is ook leuk om te zien hoe het zeg maar is afgezet met een klein muurtje. Het is toch wat extra veiligheid voor de creepers in de nacht. En de binnenkant? Oh, dat is... Wat?
Yo, wat? Je krijgt er gewoon een gratis kelder bij. Oké, dat is leuk. En op zich zou je hier dan bijvoorbeeld een slaapkamer van kunnen maken. Terwijl je hier dan bijvoorbeeld een partykamer maakt. Oké, dat is best wel raar, maar het is best wel grappig als mensen bij je binnenkomen en ze komen gewoon letterlijk in een disco uit. Het volgende wat we hebben, dat is een marktkraampje. Wow! En weer is er geen villager bijgeleverd. Oh, nee, maar dit is geniaal. Hier zou je dus gewoon een villager kunnen neerzetten die van alles met jou wilt en kan ruilen. En zo kan je eigenlijk binnen enkele seconden een volledige markt maken in Minecraft. En je kunt zelfs een tentje op een tentje zetten. Maar dan wordt het wel lastig voor het bovenste tentje om überhaupt klanten te krijgen. Het volgende is... Nou, we hadden het net over tenten en dat is toepasselijk, want dit is gewoon letterlijk een tent. Komt hij in meerdere kleuren? Komt hij in... Nee, hij komt alleen maar in groen. Op zich, als jij jezelf ergens verschuild wilt opstellen in de Minecraft bossen, komt deze kleur best wel van pas. Ik denk dat het redelijk camouflerend werkt. Het volgende is een greenhouse. Ah, oké, dat is dus gewoon letterlijk een huisje waar je je planten kunt verbouwen. En dan hebben we hier de allerlaatste en dat is de middelmatige marktkraam. We hebben dus net een kleine marktkraam gezien en dit is een middelmatige. Dit is nice. Dit is best wel nice. En wat zou er gebeuren als we alle bouwwerken die we tot nu toe hebben gehad gewoon een beetje op elkaar stapelen? Hoe zou dat eruit zien? Oh, jongens. Dit gaat er echt super raar uitzien. Ik weet het 100% zeker. Oh, jongens. Ik moet eerlijk toegeven, als je de eigenaar bent van dit huis in Minecraft, dan heb je wel alles wat je nodig hebt binnen handbereik. Het is awesome. Laat in de comments weten, wat zou jij binnen 1 seconde willen kunnen bouwen in Minecraft als het alles mag zijn? Een bioscoop, een zwembad, een supermarkt, een bowlingbaan. Een bowlingbal. Het is allemaal toegestaan. Wat zou het dan moeten zijn? Laat het weten in de comments hier beneden. Bedankt voor het kijken. Shoutout naar Noobsteve. En als jullie het leuk zouden vinden, misschien dat ik dan ook wel eens een afspraak kan maken met ProSteve. Om te kijken of die meer van dit soort leuke gadgets heeft. Adios.